Quincy Menig, vrijdagavond tegen NEC. Met een Quincy Menig in vorm? Ja, ik wil zeggen Pexwolle in vorm. Pexwolle in vorm, dat heb jij afgelopen weekend wel laten zien. Want je opende de score met een mooie goal. Ja, ik had op het moment een goal nodig. De wedstrijd had een goal nodig. En ik was dit keer de man die, die de wedstrijd openbrak. En daar ben ik blij mee. Ja, is dat een beetje hoe Quincy Menig de ballen graag wil hebben? Een steekpaasje en dan weglopen achter de rug van je tegenstander? Ja, ik denk dat de trainer echt wel daarmee bezig is met Kingsley, of met alle aanvallers eigenlijk. Kingsley, Brock, ik, Younes, iedereen eigenlijk. Dat we heel veel diepteloopacties maken. En dat was een goede diepteloopactie, een hele goede bal van Django. En toen mocht ik hem afmaken. Ja, en dat deed je ook mooi. Ja, ik zat er wel goed in, ja. Ja, dit is je vijfde. Je begon je doelpunten dit seizoen tegen de tegenstander van vandaag. Van vrijdag. Ja, ik opende het seizoen tegen NEC, ja. Dus ik hoop het te herhalen. Ja, je bent de topscorer bij Pexwolle dit seizoen met 5. Maar Brock Madsen komt er ook aan. Ja, Brock Madsen is de spits. En we moeten bij de rendement leveren, goals of assisten. En de ene week is hij, de andere week ben ik het. De andere week zijn we het samen, als het mag gescoord worden. Ja, want scoren, daar lag het aan. Dat moet nu goed gaan komen, ook tegen NEC? Ja, als wij gewoon een spel spelen en de kans afmaken, dan heb ik er zeker vertrouwen in dat de 3 punten hier blijven. Ja, nou is het vandaag ook frisjes. Het zit het morgen waarschijnlijk ook, morgenavond. Hoe is Quincy Menig met deze weersomstandigheden? Ja, de training zegt altijd, het is koud voor ons, maar het is ook koud voor hun. Weet je? We spelen onder dezelfde omstandigheden, dus hetzelfde. Ja, maar ik denk dat de ene speler er makkelijker mee handelen kan dan de ander. Ja, zeker. Maar ik ben nu al gewend. Het is niet dat ik hier voor het eerst onder deze temperatuur speel. Het is niet top, maar gewoon doen wat je moet doen. Ja, en dan kijk je even naar de rest van het team. Je hebt wat concurrentie gekregen voor de spitsposities. Hijgt die adem in je nek? Iedereen heeft concurrentie toch? Ja, en dat is een voordeel? Ja, concurrentie houdt je scherp, concurrentie is alleen maar goed, weet je. En je moet gewoon zorgen dat jij dat je de trainer overtuigt. Ja. Hoeveel doelpunten gaat Quincy Menig nog maken dit seizoen? Daar doe ik geen uitspraak over. Maar begin dan vrijdag maar. We beginnen vrijdag.